Hi, ik ben Jean-Paul de Zemi van de Hospice-Spoke tailoring shirtmaking. Dat is iets dat in Nederland echt wordt onderschat. Je ziet zoveel mensen met te grote, te kleine hemden. De meest kenmerkend zijn natuurlijk altijd de mouwen die te kort of te lang zijn. Die nek die totaal niet aansluit. Kijk eens naar die stefblokken, et cetera. Vormen die niet aansluiten. Ik bedoel niet die buik, maar ik bedoel dit zo gezegd. En ja, dat is heel makkelijk eigenlijk op te lossen. Hoe heel veel mensen hier komen is, ze hebben bijvoorbeeld een favoriet shirt. We hebben er hier eentje liggen en die kan je gewoon kopiëren. Dat is ook onze power natuurlijk. Kijk, je gaat voor een klant een maatformulier maken en op basis daarvan pak je een lap stof en dan ga je dat patroon doen. Ja, deze meneer, die wil ons uittesten uit het Haagse. Dus we gaan zijn favoriete overhemd helemaal doormeten en mijn collega kleermaker Amy zal je dat laten zien. En ja, klopt dit of je tweakt dat natuurlijk bij het passende nog even. Ja, dan heb je eigen template om eigenlijk je eigen modelijn te beginnen. Oftewel, je kan voortaan gewoon met één belletje, desnoods een klik op het internet, je shirts passend hebben. Ik denk dat het daar gewoon om gaat, dat kleding goed past. Amy, kan jij eens laten zien, we hebben dit shirt dus gehad vanuit Den Haag. Hoe jij dat helemaal op gaat meten, wat er allemaal bij komt kijken. Want dat is behoorlijk een werkje, dus ik zal maar eens uit beeld gaan en mijn mond houden. Dan kun jij de mensen eens uitleggen hoe dat werkt. Ik begin met de baasmaten. Dus ik meet eerst de nekmaat na. En dat is van knoop naar knoopsgat. Dus dat is hier die 45. En daarna ga ik eigenlijk door naar de breedte maten. En daar doe ik hem voor dicht. Schoudermaat. Gaan we door naar de borst, taille en heupmaat. Bij heren zit het breedste punt onder het armsgat. Bij dames zit hij natuurlijk lager. Dus voor meneer pakken we hem bij het armsgat er precies onder. Taillemaat. De heupmaat daarvan. Meten we de lengte na van het hemd. Die meten wij altijd via de achterkant. Nu is dit gewoon een confectiehemd, dus bij deze meten we één arm op aangezien die hetzelfde zijn en het een kopie moet zijn. We beginnen met de bicep, dat is het breedste punt van de mouw. Okay.
pols. En die pakken wij altijd over de gehele breedte. En als laatste de mouwlengte. Die moeten natuurlijk een exacte kopie maken zijn. Dus nu gaan we eigenlijk de modelmaat meten. En gaan we terug naar de kraag. En dan beginnen we met de kraagpunt. En dan maak ik foto's van, aangezien we die meesturen naar het atelier. Dat ze gelijk ook het model zien. De hoogte van de stamer. En natuurlijk ook de hoogte in het midden. Van zowel de stamer als de kraag zelf. Heeft meneer ook een boszak, dus die meten we ook na. Allereerst qua breedte. En de lengte van de zak. Breedte van de klep. En de hoogte van de klep. En dit ook naast mijn knoopsgat, aangezien ze dan ook kunnen zien waar het knoopsgat zit. De mouw gaan we bij de armschat ook helemaal kopiëren. Dus daar maken we ook een foto van. En die meet ik met de ronding mee. Naar punt 1. En de pas meten we ook. De plooidiepte op de rug, dat verschilt namelijk ook wel eens. Deze is bijvoorbeeld maar 1,5 centimeter diep. En dan de stijl van het manchet en met name ook de lengte daarvan, aangezien we de wijdte natuurlijk al gemeten hebben. En dan hebben we eigenlijk alles qua model gemeten en dan nog een paar modelopties die genoteerd moeten worden op het formulier, zoals dat de onderkant van het hemd recht is. De soort knopen, dat er 2 borstzakken op moeten. Maar de rest doen we eigenlijk allemaal met foto's daarin. Dus dit is eigenlijk hoe we hem kopiëren.